Ik ben hier in het Westerkwartier in Nanninga's Bos bij Zeumuizen. En ik heb hier het kleinste vogeltje van Nederland eigenlijk in mijn hand. Het vogeltje weegt 5 gram. Het is het gouden hondje. Die wordt in Nanninga's Bos onderzoek gepleegd door de mensen van het Groenige Landschap. Die ringen die vogels en die kunnen zien wat er met gebeurt, waar ze uitbreid worden. Deze vogeltjes die komen over het algemeen uit Noorwegen en Zweden in de winter. Er zit nog altijd veel meer hier in Nanninga's Bos. Ze noemen het goudhoontje omdat ze eigenlijk een kroontje op hem. Kan hier wel duidelijk zijn, hier is op kop. Zo'n vrouwtje die heeft een geel kroontje en een mannetje die heeft er een stukje oranje. En kijk nou, ik zal even. Kijk dat. En dan in vuur, dat mannetje en vrouwtje, en wil dan zitten hij zijn kuffie een beetje op, dat die vrouwtje daar oranje zucht. En dan denkt zo'n vrouwtje, hé, lekker stuk, dat wil ik hebben. Zo werkt dat ongeveer. Dit is een vogeltje, een mooie voorstel, het kleinste vogeltje, 5 gram wegen. Die vliegen in één keer de Noordzee over. En ja, dat er wel goud gooit, daar snap je niks van. Het is een bruisvogel in Nederland, maar het is ook een wintergast. Dat is waarschijnlijk een wintergast, die komt uit Scandinavië. Nou, ik heb hier wat ruiverlingen wat ze door verbruiken. Dit is een weegscholen. Er worden alle gegevens van het vogeltje opgeschreven. Die gegevens die gewoon naar het SOVON in. SOVON, dat is een soort overkoepelend orgaan voor vogelonderzoek. En om even een vergelijking te maken, dit vogeltje weegt 5 gram. En dat is ongeveer hetzelfde gewicht als een 20 eurocent stuk. Dit is echt ongelooflijk. Nou, dan moet je goed in de grote wereld goed oppassen. Vooral voor spervers en verhavingen. En die vind je een ontzettend lekker hapje. Maak er wat van, hè? Te weten.